Hallo, ik ben Gretjes van Biril Gretjes en ik ga u laten zien hoe je kis en kat stickers kunt maken in Leonardo Design Studio. Ik heb al wat stickertjes uitgekozen. Ik ga daar naartoe. Ik ga dat even inladen. We gaan naar afbeeldingen. En daar had ik wat grappige afbeeldingen gevonden. Die ga ik erin zetten. Ik schuif ze erin. Je kan natuurlijk ook gewoon erop klikken en op openen. En dan komt het er ook in. Dan zien we hier print and cut of background image. Ik kies voor print and cut. Omdat het voor mij print and cut stickers zijn. Dan kies ik voor next. Volgende. Dan wordt hij ingeladen. En dan zie je dat hier de randjes er heel strak omheen liggen. Die ga ik zo meteen veranderen. Ik zet er dus een 20 contour offsetje omheen. Zodat er een wit randje om de sticker heen komt. Finish. En dan is die ingeladen. Ik pak meteen de volgende. Ik bewerk ze hierna. Als ik ze allemaal ingeladen heb. Dus ik klik weer op next. Print and cut heb ik voor gekozen. Zie hem weer er strak tegenaan staan. Dus kies ik weer voor next. En dan doe ik bij de contour offset weer een stukje eromheen. En zo laat ik ze even allemaal in. Print and cut, next. Ik vertel het in het Nederlands, maar bij mij staat alles op Engels, omdat ik dat gewoon veel prettiger vind werken. Zo ga ik hem even vullen. Ik vind het altijd zonde als ik papier of vinyl verspil. Oh, sorry. Welke had ik nu? Even kijken hoor, welke ik als laatste had. Ik had er een 4. Dan 1, 2, 3, 4. Ik moest even tellen. Dan ga ik weer een contour offsetje omheen zetten. En dan de laatste die ik in ga laden. Print and cut. Next. 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 En dan wil ik er al een klein offsetje omheen. Kijk, hier zie je dat. Dan sluit ik deze af. En dan hebben we wat afbeeldingen. Die afbeeldingen moet ik natuurlijk passend gaan maken. Hier bovenaan zie je de marking space. Die zet ik op 1. En de page marks zet ik aan. Dat werkt voor mij wat prettiger. Dan ga ik ze passend maken. En dan ga ik kiezen voor 80 centimeter, denk ik. Dat denk ik wel dat het mooi passend is. Dus dan ga ik even op allemaal klikken. Ik kan het natuurlijk ook gewoon zo doen om het passend te maken. Maar ik hou ervan om alles even groot te maken.
probeerde ze passend te krijgen, dat lukte niet. Dus deze ga ik even iets kleiner maken. Zo, nu staan ze er allemaal in. Ik selecteer alles. Dan staat hier alles op cut tool. Dat houdt in dat we één snijlijntje hebben eromheen. Dan ga ik back. Het is nog steeds geselecteerd en dan kies ik op Build Contours. Daar klik ik op en dan kies ik voor Editable Contour. Dan komt er een offsetje omheen te staan. Het gaat niet precies zoals ik wil, maar... En dan hebben we er een extra offsetje omheen. Dit is de kleur zwart, dat maakt niet uit. We gaan het bevestigen en dan zie je dat hier dus een zwarte rand omheen zit en daarin een extra lijntje. Dat is de cut tool. Ik heb hem nog steeds als geselecteerd staan. Dan ga ik naar rechts. Dan kies ik voor Full Cut Perf. En dan staat er een extra snijlijn omheen. Als ik nu naar Send Design doe, dan zien we dus dat er ook twee kleuren te zien zijn. Ik ga even zenden. Naar de printer. En hij wordt nu uitgeprint. En nu gaan we hem naar de Sisters Juliet sturen. De cutting tool. Dat is de binnenste lijn. Die zet ik op de normale stand. Net zoals ik vinyl snijd. Dit is een sticker dan. En dan ga ik ook voor de full cut perf. Dat is de buitenste lijn. Dan snijdt hij er helemaal doorheen. Die pas ik aan. En dan send to cutter. Dit zijn de stickers geworden. Ik ga hem inladen. In de studio. We gaan hem er goed in zetten. Ik kijk eigenlijk altijd zelf een beetje van onderen. En dan ga ik op... zenden. Klikken. Hij gaat nu zoeken. En dan is die klaar. En dan ga ik hem uitladen. En dan zie je dat ze mooi doorgesneden zijn. Deze komen er wat minder goed uit. Maar dat is geen probleem. En als je dan nu ziet, zijn het de kist en die stickers geworden. Jullie ook succes ermee.